De eerste stapjes, de eerste woordjes, leren fietsen of een tekening maken. Je hebt het allemaal met je eigen ogen gezien. Je was erbij. Toch ga je het ook steeds meer loslaten. Je kind gaat wel eens een middagje naar oma of naar de peuterspeelzaal. En als je kind 4 jaar wordt, krijgt loslaten nog een andere dimensie. Dan mag je kind naar de basisschool. Voortaan mag je de verantwoordelijkheid voor groei en ontwikkeling delen met onderwijsprofessionals. Op Kristal zorgen we ervoor dat uw kind zich thuis voelt. We delen geloof en we stellen alles in het werk dat uw kind kan groeien. U vormt daarbij als ouders, samen met de meester of juf, een hecht team dat samen op zoek gaat naar wat het beste is voor uw kind. Wij leren samen dat God de schepper van ons houdt en die liefde willen wij graag doorgeven. Wij houden hier op school van kennis, op welke manier dan ook. Of het nu gaat om kennis door de beleving, of kennis door lezen of rekenen, alles gaat met liefde, want lesgeven is liefdewerk. Dat betekent dat een fout maken mag. Dat je niet alleen maar leert voor een cijfer, maar dat je mag zijn wie je bent. Dat je sorry kan zeggen en dat je kan vergeven. Onderwijs maken wij samen. Wij hebben verstand van lesgeven. U kent uw kind. Samen groeien, geloven en stralen.